I look bougie on a budget. Hoi allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag ga ik een beetje vertellen over wat ik de afgelopen jaar heb meegemaakt. En the big surprise, I got a puppy. I got a baby boy. Yes. Ik heb een Pomeriaan en die ga ik ook voorstellen vandaag in mijn video. Ik heb wel een zoontje, maar die komt niet in mijn video. Het ziet er super, super, super bougie uit als ik deze bril zo ophaal. Dus ik ga hem gewoon even afdoen. Ik zal eigenlijk meteen vertellen. Het lijkt bougie. Normaal draag je geen fake spullen. En helemaal niet naar buiten. Maar dit is wel een fake Gucci. Deze heb ik van AliExpress. Ik zal de link, als die nog verkrijgbaar is, zal ik hem even laten in de description box. Velen die eigenlijk mij al volgen al een tijdje en die mij al gewoon al kennen in mijn persoonlijke leven, die weten dat ik store manager ben geweest in make-up winkel. Ik had vast contract, zijn bepaalde dingetjes voorgevallen. Nou, eigenlijk, first of all, ik heb wel mijn kappersopleiding afgemaakt van 2 jaar lang, dus eigenlijk niveau 3. Dus ik heb junior kapper gedaan, junior kapster heb ik gedaan, topstylist, dus all around Europees haar. Ik heb stage gelopen in black hair salons, omdat ik vond van hé, dat krijg ik niet op school, op de particuliere school waar ik zat. Dus ik dacht van weet je wat, ik ga gewoon in de black hair salons, dus hij erkent en ik mag gewoon stage lopen daar. Om zelf beter te maken in black hair, ongeacht ik het eigenlijk al kon en ik deed mijn haar al zelf vanaf mijn 16e. Dus ik dacht weet je wat, laat me daar gewoon meer op focus als ik op mijn stage ben en op school en mijn toetsen en whatever, gewoon mijn Europese opleiding of Europees haar wat ik doe. Ja, dus uiteindelijk kreeg ik bij mijn opleiding die ik volgde, kreeg ik ook make-up lessen. Nadat ik mijn opleiding heb gehaald, ben ik dus meer gaan verdiepen in make-up. Dus ik ging ook voor mezelf looks doen. Wat ik eigenlijk, ik hou nooit echt van een oogschaduw. Of tenminste, toen hield ik nooit van een oogschaduw. Ik hield echt niet van een oogschaduw. En uiteindelijk heb ik meer oogschaduw aangebracht. Ik deed wat lashes, niet altijd zoals nu doe ik het veel meer. Wenkbrauw was, eigenlijk was gewoon, vergeleken met 2015 of zo, 2014 was ik echt, oh, ik zag er niet uit. Maar ik voelde me echt de shit toen. Dus uiteindelijk ging ik mezelf verdiepen. Gesolliciteerd bij 2 make-up brands. Uiteindelijk ben ik bij de ene aangenomen. Ben ik gestart als verkoopster. Toen ben ik de assistent geworden. Uiteindelijk ben ik doorgegroeid. Heb ik mijn eigen filiaal gekregen. Maar het was zo. Intern, het bedrijf zelf, waren ze zelf nog een beetje chaotisch. En heel veel backfired dus eigenlijk ook op ons als store manager, want je bent verantwoordelijk. Dus ik vind eigenlijk dat als het bedrijf zich tekortschiet aan hulp, dat zij die verantwoording ook moeten aannemen. Dat hebben ze uiteindelijk wel gedaan, maar ik raakte gewoon heel erg in de stress. Omdat het was al de kutste filiaal ever van het bedrijf waar ik werkte. En ik moest het maar lekker gaan fixen en maar kijken wat ik ermee kan. Omdat ik weet dat ik altijd mezelf tot de 150% uiterste best ga geven en best ga doen. Maar uiteindelijk verwacht ik het ook van het bedrijf dat als ik mezelf zo geef dat ik zelf moeder zijn, mijn motherhood. Eigenlijk degene voor wie ik nummer 1, die nummer 1 voor mij is, of voor wie ik het meest ga vechten, die zet ik een beetje aan de zijkant zodat ik mijn werk op prioriteit nummer 1 kan zetten. En ik vind dat ze dat eigenlijk niet hebben gewaardeerd en heel veel dingetjes die ik heb gedaan. Achteraf hebben ze het wel gezegd, maar dat gevoel wat ik toen kreeg was gewoon heel erg. Dus op dat moment meldde ik me ziek. Ik stond eigenlijk op werk. Ik heb vaker momenten gehad dat ik gewoon in tranen barstte. En het was gewoon niet oké. Okay. Ik voelde me gewoon niet oké. Okay. Ik voelde ook gewoon niet dat ik hulp kreeg van het bedrijf. De mensen om me heen die er wel voor mij moesten zijn, niet allemaal waren er. Dus dat brengt, ja, dat geeft eigenlijk ook wel een stukje of lack of effort. En ja, not appreciated. Not valued. Ik voelde niet echt dat mensen van me hielden. Ik was gewoon echt op een hele, hele donkere plek.
Ja, ik was dus gewoon echt op een donkere plek in mijn leven. En ik trok het gewoon niet meer. Ik trok het gewoon echt niet meer. Uiteindelijk met Arboarts en allemaal omstandigheden en wat de poespas wat er allemaal bij komt kijken. Ja, moest ik dus wel in de reïntegratie. Ben ik wel even weer gaan starten met werken. 3 weken. Het was echt niks. Ik heb echt bijna niks gedaan. Dus ik tel dat gewoon niet eens als werken. Ik heb niet gewerkt. Maar ik voelde me gewoon niet. Ik voelde me gewoon niet meer thuis. Maar ik wilde thuis zijn. En mijn werk was echt mijn tweede huis. Maar ik merkte gewoon dat ik mezelf echt tekort heb gedaan al die jaren. Dat ik voor het bedrijf heb gewerkt. Ongeacht ik heel veel mogelijkheden heb gekregen en promoties heb gehad. Uiteindelijk voelde ik het en ik dacht van nee, dit is het niet. Dit is het niet. En het kwam alleen maar omdat hun het hebben aangeboden om mij uit te kopen. Dus dat, toen voelde ik het in mijn hart van nee. Ik geef me gewoon over. En als dat is wat ze willen. Want ze hadden ten eerste plaats ook niet echt een. Ik kon niet meer naar mijn oude filiaal. En ik kon niet meer. En ik kon nergens heen, want ze hadden niet eens een backup plan. Ze hadden niet eens een ander filiaal voor mij. Dus los van allemaal kleine dingetjes die ertussen zijn gebeurd. Dus bedrijf en ik gingen gewoon niet meer door één deur. En het was gewoon klaar. Geprobeerd te genieten van mezelf en van andere mensen om me heen. De energie die ik kreeg, mensen die wel achter me stonden. Mensen met wie ik heb gewerkt die achter me stonden, die me heel erg gingen pushen en motiveren. En steun geven en vertellen dat ze van me houden. Uiteindelijk ben ik gewoon geweest naar therapie. Ik heb met een psychiater en een psycholoog gesproken. Ik heb aan medicatie gedaan. Af en toe, als ik me nog echt heel erg down voel, dan neem ik wel medicatie. Maar op zich nu, ik heb het niet echt nodig. Omdat ik nu oké ben, ik werk ook niet. Dus in mijn hoofd ben ik rustiger. Maar ja, ik heb een paar vrienden gehad die ik eraan heb verloren ook. Maar ik heb ook vrienden gehad waarvan ik dacht van yes. En we zijn echt, onze relatie, onze band is gewoon juist meer gegroeid. Omdat ik uiteindelijk, ik was in een positie dat ik me niet kon uiten. Ik kon niet vertellen wat er met mij aan de hand was. Het enige wat ik deed was de hele dag wakker zijn. Ik sliep niet. Ik sliep letterlijk niet. Als mensen echt op me hadden gelet, dan zouden ze zien dat ik de hele dag 24 uur op Instagram ben. Elke dag rookte ik een pakje leeg. En dat was zo erg. Ja, maar uiteindelijk, ik heb dat, ja. Ik heb het de plek gegeven. Het was wel heel moeilijk. En ja, ik rook niet meer. Ik rookte een tijdje een vapo, zo'n shisha ding. Dat rook ik ook niet meer. Ik ben nu gewoon echt helemaal oké. Like. Ja, ik dronk al een tijdje al niet meer, eigenlijk al een jaar niet meer. Nou, tijdens mijn relatie was het een beetje van dat ik van ging verminderen. Dus ik dronk ook niet meer zoveel en nu drink ik bijna eigenlijk helemaal niet. Als ik uit ga, drink ik gewoon Red Bull of fris. Dus ik zeg gewoon nee tegen alcohol ook. Ja, relatie. Even een beetje in flow, bezig, daten, whatever. Elkaar beter leren kennen. Uiteindelijk is het gegroeid en mooi verbloemd naar een relatie en ik was heel erg tevreden en blij en ik hield ook heel erg van hem, hij hield ook van mij, maar het werkte gewoon niet meer. Tijdens mijn depressie heb ik hem gewoon daarin verloren, omdat hij, misschien omdat hij niet, ik kan niet voor hem praten, dus laat me dat ook niet doen. Hoe ik mij voelde, was het dat er geen moeite werd gedaan voor mij, naar mij toe. Om er 100% voor mij te zijn. En ongeacht heel veel mensen hun eigen shit hebben, hun eigen werk, hun eigen dagbesteding, hun eigen, weet ik veel, whatever ernaast. Hoor je niet op te geven aan je mensen die down zijn. En ongeacht jij het niet weet, juist omdat zij niks zeggen, omdat ze dichtklappen, moet je er voor ze zijn. Weet je, er zijn heel veel hulplijnen, dat soort dingen. Maar ik was gewoon
Vorig jaar was ik er nog niet, maar dit jaar heb ik het echt gemerkt. En het heeft me echt een hele harde klap gegeven. Dat ik gewoon. Ik had gewoon een moment dat ik er ook gewoon niet wou zijn. Het was gewoon zo erg. Het was gewoon heel erg en zwaar. En dan juist degene van wie je het meest houdt, zegt eigenlijk tegen je: ga maar professionele hulp zoeken. Het is heel zwaar als mensen heftige dingen tegen jou zeggen zonder het bewustzijn van dat het iemand anders heel erg kan kwetsen of wat ze met de andere persoon ermee doen of wat ermee gebeurt met de andere persoon. Maar achteraf als ik ernaar kijk, tuurlijk kwam het heel hard aan en deed het me echt veel pijn. Maar op een of andere manier heeft het me wel echt sterk gemaakt. Ik dacht van nee, ik moet echt naar mezelf kijken. Mensen kijken niet naar mij. Kom op, breng je hebt een zoon. Een prachtige zoon. Voor hem moet jij leven. En dat heb je altijd gezegd. Hij is nummer 1. Dus dat zei ik tegen mezelf. En toen heb ik mezelf opgepakt. En het is niet alleen dat ik dat zei tegen mezelf. We zeiden andere mensen dat ook tegen mij. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik ben ze echt dankbaar. En momenteel heb ik soms nog steeds dat ik gewoon niet wil geassocieerd worden door bepaalde mensen. Of dat ik gewoon met rust gelaten wil worden. Het is niet dat ik shady wil zijn. Het is gewoon hoe ik me voel. Ik wil vandaag gewoon alleen zijn. Lekker met mijn chips, met alles, mijn eten, mijn snoep. Iedereen weet, ik hou echt van candy, ik hou van snoep. Laat me gewoon even Netflixen. Kijk niet op mijn telefoon. Ik ben niet online. Laat me gewoon even met rust. Ik neem niet op. Waarom neem ik niet op? Omdat ik niet wil. Ja, ik wil gewoon even tot mezelf komen. Zodat ik even weer kan rebooten. En ik ben er weer. Zodat ik geen error krijg. Weet je? Oké, zo dat was dat. Tweede denken van waar woon je? Woon je nog bij je moeder? Ja, heerlijk. Heerlijk. Er zal ASAP verandering in komen, maar dat komt nog wel, alles op zijn tijd. Met de moeder die ik heb, kan ik alles en sta ik 10 keer sterker dan met mensen die eigen dingetjes gewoon randomly gaan doen. Mijn moeder en ik zijn zo, we zijn onafscheidelijk eigenlijk. Ik denk dat ik het heel moeilijk ga hebben als ik weer naar het huis ga zijn. Ik heb al wel mezelf gewoond met mijn zoontje, dus ik heb wel al een periode gewoon met mijn zoontje zelf, zelfstandig. Maar qua omstandigheden moest ik dan weer een keuze maken. En uiteindelijk, van een half jaar, bleek het uiteindelijk een paar jaar verder te zijn dat ik bij mijn moeder woon. En ik ben heel erg blij dat ik haar heb in mijn leven als persoon. En ongeacht zij mijn moeder is, haar eigenschappen, ja, hoe zij is. Haar persoonlijkheid en haar liefde die zij mij heeft gegeven en dit jaar ook heeft laten zien toen ik het heel zwaar heb gehad. Dat had ik gewoon echt nodig. En ik zou het echt niet hebben kunnen doen zonder haar. Dus daarvoor ben ik haar echt heel erg dankbaar. Nou ja, ik ben er dus net achter gekomen dat een heleboel beelden gewoon weg zijn. Ik heb dus een maatje erbij. Ik ging al een aantal jaren klagen van ik wil echt weer een hondje. Ik heb een hondje gehad. Toen ik ongeveer, ik geloof 15 of 16 was, was een beetje moeilijk. Ik ging naar school. Ik werkte toen. Ik zat niet meer op dansen, maar ik had geen tijd vanwege werk. Dus ik kon bijna mijn hond niet eens uitlaten. En mijn moeder besloot toen om echt mijn hond weg te doen. Dus uiteindelijk dacht ik van, weet je wat? Nu mijn zoontje ook wat ouder is en iedereen klaagt. Ik moet een kindje maken wat ik gewoon niet wil. Want ik heb geen vriend. Mijn relatie is hier. Als wat ik al heb uitgelegd. Dus ik dacht, weet je wat? Ik hou uiteindelijk een hondje. Ja, hij is oorspronkelijk, komt hij uit Rusland. Of tenminste, hij is in Rusland geboren. Ja, ik heb hem niet eens een week. Ik heb hem pas wel kort. Hij heette voorheen Teddy. Maar ik vond dat zo cliché, omdat hij zo donzig is. Ja, je bent donzig, hè?
Baby boy, yeah. You are cute. Dus hij is super, super lief. Hij is wel echt heel lui. Maar ja, hij is 4 maandjes, wat wil je? Met zo'n kleine, kleine, fluffy beertje. Wat wil je anders? Ja, ik dacht dat het heel erg zou zijn met zindelijk maken, maar hij is best wel chill. Om de 2 uurtjes laat ik hem uit. Of om de 3. Ik laat hem slapen, dan heeft hij echt zijn energie. Dan gaan we snel even naar buiten. Ja, dan gaat hij zijn ding doen, dan komen we terug. Ik heb een mandje voor hem, ik heb allemaal speeltjes voor hem, maar hij gaat niet in zijn mand. Nee. Hij vertikt het. Hij zit eerder lekker in een hoekje. Of langs het bed of langs de bank gaat hij slapen. Maar in zijn mandje gaat hij niet. Nee. En hij komt ook niet echt bij je liggen om in slaap te vallen. Alleen bij mijn zoontje doet hij dat. Maar verder, ja. Doet hij dat niet. Dus yeah, that's it. Ook wil ik nog zeggen van ja, als ik af en toe een beetje op mijn kanaal switch naar het Nederlands en het Engels, kijk. My main language is Nederlands. Dus hoe je het draait of keert, kom ik gewoon beter aan mijn woorden als ik Nederlands praat. Als ik Nederlands spreek. Maar ja, af en toe zijn er bepaalde dingetjes die ik toch wel in het Engels moet doen. Omdat ik toch nog wel wil dat het iets meer mensen bereikt en dat ze ernaar gaan kijken. Omdat Engels gewoon een taal is die iedereen verstaat. Alleen mijn English is soms wel een beetje aan het struggelen. Maar niemand coacht mij. Niemand coacht mij hier. Ik moet het allemaal zelf doen. Dus ik denk van, bruh, oké. Kan je het vandaag in het Nederlands doen? Maar niemand coacht mij. Maar anyhow, is niet erg. Is niet erg. We gaan dit gewoon rocken. Binnenkort heb ik nog een grote verrassing. Want dan ja, gebeurt er wat anders. Wat ik heel erg bijzonder vind. Wat ik ook wil delen. Allemaal bedankt voor het kijken. Hoop jullie vinden... Praat allemaal Engels. Nou ja, bedankt voor het kijken. Laat een comment. Geef een like. Vergeet niet te subscriben. Het is een hele andere video dan normaal. Maar ik ga ook wat talks en chitchats gooien op mijn kanaal. Want anders wordt het alleen maar boring over haren en whatever. Waar gaat het om? Dus dat was het voor vandaag. En hoop jullie zien jullie snel.